even wat we op deze detector gaan meten. En we moeten een beschrijving hebben van onze lichtbron op het niveau van een veld. Dus wat ik hier heb opgeschreven is de amplitude van het veld en de fase van het veld voor een bron die een golflengte k uitstuurt. Dus die E, ik moet mijn pointer aanzetten. Ja, dus die E hier, die E wiggle k, dit hier, beschrijft de lichtbron. Dit beschrijft de amplitude van een golflengte die gegeven wordt door k, 2 pi gedeeld door lambda, die uitgezonden wordt op een bron. En als we vanuit die bron naar een punt z reizen, dan krijgt dat licht een extra fase, die wordt gegeven door e tot de macht min ikz. Dus dit is de fase die het licht oploopt door een afstand z af te leggen. Nu zendt die lichtbron meerdere kleuren tegelijkertijd uit. Dus de amplitude, het E-veld dat we op locatie z gaan meten, wordt gegeven door de amplitude en de fase van elke kleur die de lichtbron uitzendt. Dus we moeten daarvoor integreren over alle golflengtes van de bron. En k wordt gegeven door 2 pi gedeeld door lambda. Dus we hebben nu een uitdrukking voor het veld als functie van de afgelegde afstand z. Nu moeten we een aantal eigenschappen van die bron gaan beschrijven. En als we de intensiteit willen weten, dan krijgen we die door een veld te nemen en dat te vermenigvuldigen met zijn complex gecorrigeerde. Dus als we dat alleen maar voor die bron hier doen, dus als we dus op de bron kijken, z is 0, dan krijgen we als uitdrukking voor het veld vermenigvuldigd met zijn complex gecorrigeerde, krijgen we deze uitdrukking. Dat veld dat op golflengte k wordt uitgestuurd en het veld dat op golflengte k accent wordt uitgestuurd, zijn totaal ongecorreleerd met elkaar, want alleen die zijn 0, behalve als die k's aan elkaar gelijk zijn, dan krijgen we een deltafunctie. En met die deltafunctie krijgen we ook een amplitude van die bron, sk, dit is het spectrum van de bron, dus sk geeft aan wat de intensiteit van de bron is op golflengte k. En we kunnen die bron gaan beschrijven, dus dat spectrum van die bron, s van k, wordt gegeven door een Gaussische functie. Die wordt gegeven door k min k0. K0 is de centrale golflengte van de bron, gedeeld door kappa hier. En kappa is een waarde die gaat aangeven wat de spectrale breedte van de bron is. Dus we zien hier een Gaussische uitdrukking. Hè. Dit is gewoon e tot de macht min x gedraaid gedeeld door alfa bijvoorbeeld. Waarbij de afval van die Gauss wordt gegeven door die waarde die hier staat, kappa. En als we dan goed naar deze uitdrukking van deze bron gaan kijken, en wat is de volle breedte op halve hoogte van deze bron, uitgedrukt in lambda, dan wordt die gegeven door kappa maal de wortel uit ln2 maal de golflengte in het kwadraat gedeeld door pi. Nou, dit geef ik jullie. Maar deze functie zou je gewoon kunnen tekenen. Dus we hebben nu het veld gevonden op afstand z, afhankelijk van de amplitude van de bron. En we hebben een manier gevonden om die bron te beschrijven als functie van zijn amplitudes. Nou willen we gaan beschrijven wat de intensiteit is die we op de detector gaan meten. En om de intensiteit op de detector te krijgen, moeten we het veld nemen dat we op de bron krijgen, dat we op de detector krijgen. En als we het veld hebben, het E-veld, dan krijgen we de intensiteit door het te vermenigvuldigen met zijn complex gecorrigeerde. Dus als we gaan kijken naar het veld dat aankomt op de detector, dan is dat deze uitdrukking hier. Dat is het veld dat terugkomt van de referentiearm plus het veld dat terugkomt van de samplearm. En omdat we de intensiteit willen hebben, vermenigvuldigen we dat met de complex gecorrigeerde daarvan.
En dat is dit hier. Dus als we dit product gaan uitschrijven, dan krijgen we het veld van de referentiearm met het veld van de referentiearm complex gecorrigeerd. Dat is deze eerste uitdrukking hier. En we krijgen het veld van de samplearm met het veld van de samplearm complex gecorrigeerd. En dat is de uitdrukking hier. En dit is eigenlijk de intensiteit die terugkomt van de referentiearm. En dit is de intensiteit die terugkomt van de samplearm. Maar we krijgen ook de interferentieterm tussen referentie en samplearm. En die wordt gegeven door de referentiearm vermenigvuldigd met de complex gecorrigeerde van het samplearm licht dat terugkomt. En dat staat in deze uitdrukking. En we krijgen natuurlijk ook nog de term de samplearm met de complex gecorrigeerde van de referentiearm veldamplitude. En dat is deze laatste term hier. We zien aan die intensiteit krijgen we een referentiearmterm, een samplearmterm en de interferentieterm tussen referentie en samplearm. Nou, deze twee termen die zullen niet van de padlengte afhangen. Omdat dat veld Z, dat zal afhangen hier van deze term hier, maar omdat je hem vermenigvuldigt met zijn complex gecorrigeerde, ben je die fasetermen kwijt in de referentiearm met zijn referentiearm complex gecorrigeerd. En datzelfde geldt voor deze. Dus de padlengte afhankelijke termen zijn deze twee interferentietermen die hier staan. En laten we dan eens gaan kijken wat dat betekent bijvoorbeeld voor deze eerste term. Referentiearm met samplearm complex gecorrigeerd. En wat we doen is we vullen gewoon deze uitdrukking hier in voor referentiearm en samplearm complex gecorrigeerd. Dus die eerste term die je hier ziet staan, is gewoon de referentiearm waar we voor Z hier hebben we de lengte van de referentiearm genomen. En we krijgen hier voor de samplearm dit E-wiggle complex gecorrigeerd. We krijgen hier K-accent geïntegreerd over K. Zijn in feite integraties over K zijn onafhankelijk van elkaar. Hè? We kunnen dit ding opschrijven, maar we kunnen hem ook opschrijven als functie van K-accent, K-accent en K-accent hier. En dat zal helemaal niks uitmaken voor die intensiteit die we hier hebben. Dus voor de referentiearm hebben we een uitdrukking genomen hier, waarbij we dit uitdrukken als functie van K-accent. En wat gebeurt er dan? Dan krijgen we schuiven de omdat die integraties over verschillende variabelen zijn, kunnen we die integraties over de hele uitdrukking heen leggen. En dan krijgen we deze uitdrukking vermenigvuldigd met deze hier. En hiervoor hadden we die delta-functie gevonden. Dus wat krijgen we hier? We krijgen het spectrum van de bron. We krijgen een delta-functie waar we over integreren. Dan zijn we 1k-afhankelijkheid kwijt. In dit geval hebben we geïntegreerd over k-accent. En dan staat hier nu EIK ZS min ZR. Dus hier staat het padlengteverschil van de sample en de referentiearm. Oké. Dit is alleen deze term hier. We hebben ook nog de tweede term hier. En die tweede term hier, als je er goed naar kijkt, is eigenlijk niks meer dan de complex gecorrigeerde van deze hier. Dus als we die intensiteit als functie van het padlengteverschil willen hebben, dan krijgen we eerst de intensiteit als functie van R. Dat was deze term hier. Dan krijgen we de intensiteit die terugkomt van de samplearm. Dat was deze term hier. En we krijgen de interferentieterm. Dat is de som van deze term en deze term. En die staat hier in dit Oké. Een sportcommissaris heeft zich gemeld in het college. Oh ja, sorry, dat is mijn andere Gmail-account. Oké. Even in de haast. Ging iets mis. Op het moment dat de opname startte, verdween jij opeens. Ja, internet lag eruit en dan wil je nooit meer opnieuw verbinden. Dus ik moest hem weer opnieuw opstarten en allemaal goed doen. Maar ik ben er weer. Ja, blij dat je weer bent. Oké, dus we hebben eigenlijk deze term, wat hier staat in die integratie aan, is deze term plus een complex gecorrigeerde. Nou, dan hebben we, dit is een reëel deel, dus dat kunnen we buiten haakjes halen. Dus wat we dan hebben is deze E-macht, deze hier,
plus zijn complexe corrigeerde. En als je je complexe getallen nog goed kunt herinneren, dan krijg je e tot de macht ikx plus e tot de macht min ikx is gelijk aan de cosinus van kx. Dus we kunnen deze term plus complexe corrigeerde schrijven als deze cosinus term hier. En als je naar deze uitdrukking kijkt, herken je dit? Wat is dit voor wiskundige operatie die hier wordt uitgevoerd? Dat is weer een vraag aan jullie. Als je kijkt naar deze uitdrukking hier, wat voor wiskundige operatie is dit die hier wordt uitgevoerd? Bedoel je een integratie of... Dat om te beginnen, ja, het is een integratie, maar herken je het ook nog als iets anders? Behalve als een integratie? Create transformatie? Ja, heel goed. Ja, heel goed. Dit is eigenlijk staat hier een Fourier-transformatie van het spectrum van de bron. Zie je dat? Dit is het spectrum van de bron. En hier, ja, hier staat EIK delta Z. Delta Z. Dus geïntegreerd over K krijg je hier iets. Het zal afhangen van... je krijgt een uitdrukking die afhangt van het padlengteverschil tussen de sample en de referentie. Ja, delta Z. Dit is een Fourier-transformatie van de bron. Nou, we tellen tellen we met zijn complex gecorrigeerde op. En dan krijg je deze uitdrukking. En dit heet dan een cosinus transformatie van de bron. Het is eigenlijk identiek aan een Fourier transformatie. Behalve dat je in dit geval alleen maar de cosinus termen meeneemt en niet de sinus termen. Dus we hebben een cosinus transformatie van de bron. We krijgen hier een interferentiepatroon dat afhangt van delta Z. En die delta z afhankelijk is eigenlijk een cosinus transformatie van de bron hier, of iets simplistischer, een Fourier transformatie van het spectrum van de bron. Dus dat signaal dat we krijgen, dit is die term die hier staat. Als we die transformatie uitvoeren, en dat zal ik niet hier doen, wat je dan krijgt is een cosinus van 2k0 delta z. Als we teruggaan naar onze bron, hier stond die k0, maal een exponent delta z gedeeld door delta l. Delta z is dat padlengteverschil, delta l hier is iets dat samenhangt met het spectrum van de bron. En als jullie nog kunnen herinneren, als we teruggingen naar die uitleg die ik hier gaf over hoe ziet dat volle breedte op halve hoogte van een interferentiepatroon eruit, dan hing die af van de coherentielengte en die werd gegeven door de golflengte in het kwadraat gedeeld door de brandbreedte van de bron. Dat was de breedte van het interferentiepatroon. En als we dan teruggaan naar die wiskundige uitdrukking die we hebben gevonden, dan zien we dat deze Gaussische bundel, die hangt af van delta L en die delta L hangt af van kappa, en die kappa hangt af van de brandbreedte van de bron. Dus we zien hier terugkeren in deze uitdrukking. We krijgen een cosinus, een oscillerende cosinus als functie van het padlengteverschil, maal een omhullende die afhangt van de bandbreedte van de bron. Als ik dat samenvat, hoe ziet dat interferentiepatroon eruit? Je krijgt een Gaussische functie, die is hier getekend, dat is deze hier. Gaussische bron. Je krijgt een oscillerende cosinus, die afhangt van 2k0 delta z. Dat is dit patroon hier. Wat je meet is het product van deze twee. Dus dat ziet eruit als wat ik hier heb getekend. En dit hier is nu dat interferentiepatroon dat je gaat zien als je het padlengte verschil tussen referentie en sample arm verandert. Dus als je een van de twee spiegels gaat scannen. Nou, en dit zal in deze slide hier laten zien. Dus dit interferentiepatroon, dat hebben we nu uitgerekend hoe dat eruit ziet. We hebben een wiskundige beschrijving daarvoor gevonden. En dat is deze uitdrukking hier. Dat signaal, dat oscillerende deel, ziet eruit als een cosinus transform van de bron. En dat ziet er zo uit, zoals hier uitgelegd en op de vorige slide. Eigenlijk het belangrijkste wat ik wil dat jullie hiervan meenemen, is dat interferentiepatroon dat we zien, dat op een cosinus, of wat we simplistisch noemen,
een Fourier-transformatie is van het spectrum van de bron. En er zijn een paar eigenschappen van Fourier-transformaties die ik hoop dat jullie nog kunnen herinneren. Maar als ik een smalle Gauss neem en ik doe een Fourier-transformatie, wat betekent dat voor het spectrum? Hoe ziet de functie eruit na een Fourier-transformatie? Of laat ik beginnen, hoe ziet de Fourier-transformatie van een Gauss eruit? Weten jullie dat nog? Iets als een blok, zoiets dergelijks? Een blok? Nee. Nee, sorry. Van een Gaussje wordt volgens mij weer een Gaussje. Als je een... Precies. Ja, nee. Heel mooi. Dat heb je goed herinnerd. Dus de Fourier-transformatie van een Gauss is weer een Gauss. Dat betekent dat de vorm behouden blijft. En als ik dan een hele smalle Gauss neem en ik doe een Fourier-transformatie, hoe ziet de Fourier-getransformeerde Gauss eruit? Kun je dat nog herinneren? Waarschijnlijk heel breed. Heel breed, heel goed. En als ik een hele brede Gauss neem en ik doe een Fourier-transformatie? Smal. Heel smal. Dus wat betekent dat nu als we naar dat interferentiepatroon kijken? We hebben hier een bron en dat signaal dat we krijgen na als we interferentie tussen sample en referentiearm krijgen, de breedte van dat interferentiepatroon is een Fourier-transformatie van de bron. Dat betekent dat als we een hele brede bron nemen, dan krijgen we een hele nauwe Fourier getransformeerde. Dat betekent dus dat we daarmee heel strak kunnen zien waar de reflectie van de sample arm is teruggekomen. Dus hoe smaller dat interferentiepatroon, hoe smaller dit patroontje is, hoe beter we de positie kunnen lokaliseren in de sample arm waar het licht is terugverstrooid. Dus dat betekent dat als we een hele hoge resolutie willen hebben, willen met een hele grote nauwkeurigheid kunnen bepalen waar het object stond in de sample arm, dat we een bron willen gebruiken met een heel groot spectrum, met een heel breed spectrum. En dat zien we ook terug in deze formule voor de full width at half max, de volle breedte op half hoogte van het interferentiepatroon. Die wordt gegeven door de golflengte in het kwadraat, gedeeld door de bandbreedte van de bron. En de bandbreedte van de bron, dat kunnen we zien als de breedte van, zeg maar, een Gauss. Hoe breder deze Gauss is, hoe nauwer dit interferentiepatroon en hoe hoger de resolutie en hoe kleiner de volle breedte op halve hoogte. Oké, en daarmee komen we dan op die animatie die ik al eerder heb laten zien, hè, die ik al eerder heb uitgelegd. We hebben nu het basisprincipe van de OGT optical coherence tomography te pakken. Een microscaan-interferometer, we laten het licht tussen de referentie en de sample arm met elkaar interfereren en we meten als functie van de positie van de referentiearm en interferentiepatroon. En daarmee kunnen we lokaliseren waar deze reflecterende lagen zitten. En dit is dan een mooi voorbeeld. Dit is een image van de achterkant van het oog dat hiermee gemaakt is. Ik ga even kijken wat de... Ja. Wat ik hier na ga behandelen. Oké. Ik wil nog een ander principe laten zien van hoe je diepte opgelost zou kunnen meten. Hoe je een beeld kunt vormen van weefsel waarbij je kunt lokaliseren waar het licht terugverstrooid is. En die techniek die heet confocale microscopie en dat wordt uitgelegd in deze slide hier. Dus hier heb ik een lichtbron, ik heb een pinhole waar het licht uitkomt, dus eigenlijk een puntbron gecreëerd. Ik heb hier een beamsplitter, maar in eerste instantie gaat het licht door de beamsplitter, komt op deze lens en dat licht volgt even de zwarte lijnen. Dat licht wordt gefocuseerd in het weefsel op dit punt. En vervolgens wordt het licht in dat focus gereflecteerd en komt terug en komt op deze bundelsplitser, beamsplitter terecht. En wordt weer afgebeeld in het
op dit punt hier. En dit is eigenlijk het spiegelbeeld van de pinhole hier van de bron. Dus al dat licht dat van deze locatie in het weefsel terugverstrooid wordt, wordt gefocuseerd hier in dit punt hier. En we hebben hier weer een pinhole neergezet en daarachter een detector. En wat gebeurt er nou als dat licht dat op weg is naar mijn focuspunt van deze lens hier in het weefsel, als het nou al eerder wordt terugverstrooid? Bijvoorbeeld op dit punt, hè, we hebben hier een brede bundel die hier naar dit punt reist, als het licht op dit punt al terugverstrooid wordt door het weefsel, dan zal dat door deze lens afgebeeld worden op een pinhole, maar niet in deze locatie, maar het brandpunt zal hier ergens veel dieper liggen. En dus door hier een pinhole neer te zetten, kan ik al het licht tegenhouden dat niet uit het brandpunt hier is gekomen. Ik kan door een pinhole in een detectorarm neer te zetten, selectief het licht meten dat terugkomt van dit afbeeldpunt van de lens hier. En al het andere licht dat van andere posities langs deze as wordt terugverstrooid, dat licht dat kan ik filteren door het pinhole. Nou, dit is een heel simpele techniek en die heet de confocale microscopie. Maar het kan hele mooie beelden van weefsel maken, ook zelfs met hele hoge resolutie. Hier staat weer het principe getekend, hè? Lichtbron, pinhole, beamsplitter, lens die het licht heel nauw focuseert in het weefsel en vervolgens een pinhole in de detectorarm die het licht. Kunnen jullie deze pointer zien? Yes. Oké. En een pinhole die het hier tegenhoudt. Alleen, we kunnen dat alleen maar krijgen uit dat brandpunt of dat afbeeldpunt van deze lens. Dus hoe maken we hier een afbeelding? We bewegen het weefsel in deze richting of we bewegen deze hele opstelling in deze richting over het weefsel. Dat noemen we de snelle afbeeldas. Dus wat je eigenlijk aan afbeelding maakt, dit is de oppervlakte van het weefsel. En je maakt een afbeelding van het weefsel. Die ligt parallel aan het oppervlak. Dat is de voorkeursmanier waarop je met confocale microscopie een afbeelding maakt. En de reden is omdat het heel moeilijk is om die lens te verplaatsen in diepte, zodat je het van verschillende dieptes kunt krijgen. En wat je dan kunt zien is dat je hier bijvoorbeeld een afbeelding kunt maken van zenuwweefsel. Dit is collageenweefsel. Dit is een afbeelding van spierweefsel. Dit is allemaal met een resolutie die is hoger dan een micron. Dus je kunt echt heel mooi gedetailleerd de structuur van het weefsel vinden. Dit is bijvoorbeeld, dit zijn vetcellen. En dit zijn weer spierweefsel, skeletal muscles. En hier zie je bloedvaten. Dus dit is de confocale meettechniek. En die is niet gebaseerd op interferometrie. Maar het mooie is dat je er wel hele scherpe afbeeldingen van mee kunt krijgen. En wat is nou zeg maar het verschil met OCT? In OCT is ons selectiemechanisme van het licht dat we terugkrijgen niet gegeven door het focus dat we hier hebben, maar gegeven door een interferentie met de referentiearm. En we kunnen dus een focus nemen dat veel langzamer scherp wordt en weer afneemt. Als we gaan kijken naar de lengte van dit focus, dat wil zeggen de afstand waarover we de diameter van het focus ongeveer hetzelfde houden, dan is die bij OCT veel langer dan bij confocale microscopie. Bij confocale microscopie willen we juist een heel scherp, steil focus hebben, omdat we alleen dat licht uit het focus willen detecteren. En de rest willen we verwerpen. Maar bij OCT doen we een spiegel die heen en weer beweegt. Dus we willen eigenlijk over deze volle lengte hier een signaal meten. Nou, we moeten naar de formules voor hoe ziet het diameter van een lichtbron eruit. Dus hoe werken lenzen? Dit zijn de lensformules. De diameter van een focus wordt gegeven door de golflengte maal de brandpuntsafstand van de lens, gedeeld door pi, gedeeld door de diameter van de bundel. Dus als we B0 hier willen weten, dan hebben we de golflengte nodig, we hebben de brandpuntsafstand, dat is de afstand van hier tot het focus,
We hebben pi nodig en we hebben de diameter van de bundel. En de diameter, dat is deze afstand hier. Of eigenlijk de straal van de bundel. Over welke afstand blijft dat focus ongeveer gelijk in de diameter? En dat noemen we de Rayleigh range. Dat is de afstand waarbij dat focus, de diameter van dat focus toeneemt met een factor wortel 2. En die Rayleigh range die wordt gegeven door pi maal omega 0 gedeeld door de golflengte. Omega 0 kwadraat maal de golflengte. Dus dat is de straal van het focus gedeeld door de golflengte. En als we dat gaan vergelijken tussen confocale microscopie en tussen OCT, dan zien we wat voor verschillen dat oplevert. Als we een bundeldiameter hier in het focus nemen van 30 micron, dan hebben we een diepte van het focus, dat is dus de lengte waarbij dat diameter van het focus maar de factor wortel 2 toeneemt van ongeveer 1 millimeter. Als we dit focus 3 micron maken, dus als we die diameter hier 3 micron maken, dan is de lengte waarover dat focus slechts met een factor wortel 2 toeneemt, is 10 micron. En dat betekent dus dat we, als we een OCT-systeem zouden nemen en we zouden een bundeldiameter maken van 3 millimeter, dan kunnen we maar over 10 micron in diepte een goed signaal opmeten. Want daarna wordt die bundel zo breed dat het geen scherp beeld meer oplevert. Je ziet hier het belangrijke verschil tussen wat je wilt bereiken met confocale microscopie en wat je wilt bereiken met OCT. In confocale microscopie wil je juist een hele kleine bundeldiameter hebben, zodat die bundel snel in breedte toeneemt met de diepte, omdat je daarmee het best dat licht dat niet uit het beeldpunt van de lens komt kunt verwerpen. Hè. In dit geval, je wilt alleen het licht uit dit punt meten en al het andere licht wil je verwerpen. Dat betekent dat als je zo'n hele nauwe bundel neemt, waarvan de bundeldiameter snel toeneemt met de diepte, en je zou hier kijken, dat betekent dat dat op het pinhole al een hele grote diameter hebt en dat je daardoor heel veel van het licht kunt filteren met het pinhole. Maar ik merk dat ik met deze uitleg echt last heb van het feit dat ik geen bord kan gebruiken om dat iets beter uit te leggen. Dit is nogmaals dan het voorbeeld van wat het probleem is. Dit is de lens, dit is de lichtbundel die gefocuseerd wordt in het weefsel. En we willen selectief het licht meten dat van een hele kleine, van deze diepte komt. Als we dat met confocale microscopie zouden doen, dan zouden we uit dit hele gebied hier, deze hele ovaal, zouden we het licht meten. Want al dit licht dat hier vandaan komt, wordt nog steeds binnen het pinhole van onze detectie afgebeeld. Dus dit zou absoluut niet werken voor confocale microscopie. Maar omdat we met OCT dat licht kunnen selecteren uit een heel kleine coherentielengtegebiedje, kunnen we een heel mooi dieptebeeld opbouwen over al deze afstanden hier, omdat we voor elke afstand kunnen we het interferentiepatroon zien en het signaal meten dat van die locatie afkomt. Dan is de vraag natuurlijk, ja, waarom doen we niet confocale microscopie in plaats van OCT? Want we zien veel meer detail. Hè? We kunnen veel hogere resolutie bereiken. Je moet je wel voorstellen dat je voor confocale microscopie hier een lens nodig hebt met een diameter van bijvoorbeeld 2 of 3 centimeter. En op het moment dat je een lens met een diameter van 2 of 3 centimeter nodig hebt om een heel klein focus te creëren, dan kun je je voorstellen dat het wel heel erg moeilijk wordt om dat in een endoscoop te bouwen of in hele kleine configuraties te doen. Oké, dit is een slide die volgens mij al van Dirk hebben gezien. Dit zet de verzwakking van het licht af in het weefsel als functie van de golflengte. Is dit een grafiek die jullie al eerder hebben gezien? Ja of nee? Ik geloof wel, ja. Oké, ik zal nog één keer uitleggen. Dit is de verstrooiing. Dit is de absorptie van bloed. Dit is de hoe de verstrooiing afneemt als functie van de golflengte.
Dit zijn de absorptie van water en bloed en melanine. En je ziet dan dat in dit gebiedje tussen 800 en 1,3 micron heb je hele lage absorptie. En dat is dan de golflengtegebied waar je bij voorkeur je OCT wilt gaan doen. Je zit hier, als we teruggaan naar die formule. De formule voor de resolutie die we kunnen bereiken met OCT, zie je dat hier de golflengte in het kwadraat staat, gedeeld door de bandbreedte van de bron. En dit geeft eigenlijk aan dat we een centrale golflengte willen gebruiken die kort is. Dus je zou bij voorkeur 800 nanometer als lichtere bron willen gebruiken, in plaats van een lichtbron van 1300 nanometer. Maar wat is het nadeel als we naar een bron van 800 nanometer gaan? Dat is dat de verstrooiing veel groter is, dat we dus veel minder diep door kunnen dringen. Dus we dan gaan kijken, wat zijn nou de voorkeursgolflengtes die gebruikt worden in OCT voor het oog, waar je door een heel groot stuk glasvocht heen gaat, dat niet verstrooit, is 800 nanometer heel gunstig. Maar als je bijvoorbeeld in de long of in de esophagus of in de kransslagader rond het hart wil kijken, dan is 1,3 micron of 1300 nanometer veel gunstiger, omdat je daarmee dieper het weefsel inkomt en dus gewoon dieper kunt afbeelden. Dat gaat wel ten koste van de resolutie die je kunt bereiken. Dus dat geeft hier aan kortere golflengte, betere resolutie, langere golflengte, betere penetratie in het weefsel. Ja. Ik heb een vraag. Waarom valt 1100 nanometer af? Zit tussen de 800 en 1300 in? Ja, je hebt hier net een piek in de absorptie van water. Oh, sorry, deze hier. Deze valt niet echt af. Voor weefselimaging heeft het 1300 nanometer nog steeds een voorkeur. Maar als je naar het image in het oog gaat, op het moment wordt heel veel 800 nanometer gebruikt, dat is hier. Maar nu ook voor het oog wordt 1000 nanometer gebruikt, of 1 micron, omdat je daar nog net iets dieper het oogweefsel mee inkomt. Dan is de vraag, waarom zou je niet 1300 nanometer gebruiken voor imaging van het oog? En het probleem daar is dat de absorptie van water is zo hoog, dat je eigenlijk geen signaal terugkrijgt als je door pakweg 2 centimeter water gaat. Dus als je in het oog wilt imagen, 2 centimeter heen en weer naar de retina, dan krijg je eigenlijk geen licht meer terug van voor 1300 nanometer van die diepte. Dat wordt geabsorbeerd. Oké, en dit is dan een voorbeeld van een OCT-image van een nailfold. Dus de oriëntatie is zo, als je mijn hand kunt zien. Dit is de nagel, dit is de nagelring hier. En wat je hier in dit OCT-plaatje ziet, is hier de nagel. Je ziet hier de nagelring en je ziet hier het weefsel onder de nagelring. En je ziet op deze locatie de plek waar de nagel groeit. Dit is de nagelmatrix. En dit is een voorbeeld van een bron met 70 nanometer bandbreedte en een centrale golflengte van 1300 nanometer. En dat gaf dan een diepteresolutie van ongeveer 8 micrometer. Oké, dan hebben we de wat terminologie. Hè? Dus we hebben een diepteprofiel, dat noemen we een A-scan. Als we dan zeg maar een lijn afscannen, dan noemen we het beeld dat we daaruit krijgen een B-scan. Dit is bijvoorbeeld dan een B-scan van het oog. En als we een heel oppervlak afscannen, dan hebben we een heel volume opgenomen. En van dat volume kunnen we dan een plaatje maken, alsof je een foto hebt gemaakt van de retina. En dat noemen we dan een C-scan. En dat is het plaatje hier. Dus je hebt een enkel diepteprofiel, een cross-sectie door het weefsel. En een C-scan is dan het alvast plaatje dat gegenereerd wordt door zeg maar alleen maar op één bepaalde diepte te gaan kijken naar dat oppervlak dat je hier hebt afgescand. Oké, dan gaan we samenvatten wat we tot nu toe hebben gezien. Dan hebben we de OCT, samenvatting van de techniek. De amplitude van het interferentiepatroon is evenredig met de hoeveelheid licht die die gereflecteerd wordt van een bepaalde diepte. De
de diepte-resolutie wordt gegeven door de coherence gate van de referentiearm. En die wordt bepaald door de coherentielengte van de bron. En die is tussen de 2 en 10 micron, laten we zeggen, tussen de 2 en 20 micron. Dus dit hangt samen met de spectrale breedte van de bron. De laterale resolutie is in OCT is gelijk aan wat er bereikt wordt met de focusing optics van bijvoorbeeld confocale microscopie. En de laterale resolutie ongeveer 5 tot 30 micron. En de penetratiediepte wordt bepaald door de scattering coefficient van het weefsel. Het signaal neemt exponentieel af met diepte. Dat is de wet van Lambert-Weer. Oké. Sorry, ik ga het even niet helemaal goed. Oké, even een vraagje voor jullie over het voorgaande. We hebben hier de intensiteit en die werd uitgeschreven als dat product van het veld in de referentie- en samplearm als een complex gecorrigeerde. En daar kregen we die constante term uit en we kregen de interferentieterm uit. En dat hadden we uitgerekend. Hoe ziet dat interferentieterm er nou uit als functie van z? Een intensiteit van de referentiearm, een intensiteit van de samplearm. En een amplitude van de interferentieterm die gegeven wordt door de wortel uit de referentiearm intensiteit en de samplearm intensiteit. Een cosinus die geeft die oscillatie weer als functie van de positie van de spiegel. En die Gaussische omhullende. Als ik kijk naar dit signaal en ik verdubbel de power van de referentiearm. Wat gebeurt er dan met de amplitude van de interferentieterm? Dus als ik de referentiearm power verdubbel, wat gebeurt er met de interferentieterm? Hoeveel wordt die groter? Als ze overlappen, 1/3, toch? Als ze overlappen. Toe, maar totaal is het. Neemt 50% toe dan? Het neemt 50% toe. En waaruit leid je dat af? Nou, als je de referentie verdubbelt, dat is maar de helft van je signaal. Dus als je die verdubbelt, dan heb je 2 keer x. En stel je, hij is hetzelfde lengte als je sample, dan heb je 3 keer x. Stel x. 2x is 1, heb je allemaal. En kun je het ook aan de hand van deze formule zien? Want deze formule laat zien wat de intensiteit is als functie van het padlengteverschil. Dit hebben we uitgerekend. En wat we nu gaan doen is we gaan de referentiearm power verdubbelen. Die wordt de wortel uit die referentieterm keer de SIS. En dat 2 keer. Ja, dus je kijkt naar deze termen. Ja. Als ik die intensiteit van de referentiearm verdubbel, de amplitude van mijn interferentiepatroon is de wortel uit de product van de intensiteit uit de referencearm en de intensiteit uit de samplearm. Deze wordt 2 keer zo groot. Hoeveel groter wordt deze amplitude? 1.4. 1.4, ja, wortel 2. Ja. Dus die wordt dan factor wortel 2 keer zo groot. Nou, dat leidt tot een interessante vraag. Stel nou dat ik een heel zwak signaal heb dat terugkomt van mijn weefsel. Wat zou ik dan kunnen doen om toch zeg maar dat nog te kunnen meten. Laat ik zeggen, ik heb hier een intensiteit en ik heb hier
mijn interferentiepatroontje. Dus ik meet een constante intensiteit en daarop meet ik een heel klein interferentiepatroontje. Het is heel zwak. En eigenlijk is dat interferentiepatroontje zo zwak dat het ongeveer verdwijnt in de ruis van mijn detector. Wat zou ik dan kunnen doen om dat toch te verbeteren? De intensiteit van je referentiearm toch aanpassen? Want dan... Ja. Oké. Heel goed. Maar is dat niet magisch? Dat je denkt van, oké, ik heb mijn signaal is heel zwak. Ik verhoog de intensiteit van mijn referentiearm en dan wordt het beter. Nou, het is een optelling. Dus stel je hebt 100 en je telt daar 10 bij op, dan is die 10 een fractie. Maar stel je halveert die 100 die je had, wat is je referentiearm qua intensiteit, laten we zeggen. Je maakt daar 50 van, dan is 10 erbij optellen opeens veel meer dan wanneer het 100 is. Dus jij zegt van ja, als ik mijn referentiearm sterker maak, dan wordt ook deze term veel groter. Nee, als je referentiearm juist lager maakt. Je referentiearm lager. Ja. Maar daardoor wordt je verhouding, die wortel, wordt als het goed is, denken, die is heel klein. Dan wordt het getal uit je wortel wordt groter. Want stel je hebt 0,1 tegen 1, dan heb je 0,1, wordt dat 0,1 is 10. Ik weet niet eens wat 0,1. Daar weet ik de woord er niet van. Maar je krijgt een groter getal eruit. Dus de lager je vermenigvuldiging van IR en IS is. Even kijken of ik het helemaal met je eens ben. Even kijken. Je zegt van als ik mijn referentiearms kleiner maak, laten we zeggen ik deel hem door 2. Ja. Ik maak hem 2 keer zo klein. Dan wordt deze term 1 gedeeld door wortel 2 kleiner. Die wordt een factor wortel 2 kleiner. Ja. En deze term wordt een factor 2 kleiner. Ja. Dus wat er gebeurt, hè, dus ik heb, dit is mijn, kunnen jullie mijn handen zien? Kun je het zien? Ja. Zijn mijn handen zeg maar? Ja. Oh ja. Dus dit is zeg maar de nul, dit is intensiteit 0. Dus mijn referentiearm power ligt nu op dit niveau. En daarbovenop heb ik een heel klein wiggeltje, dat is mijn interferentiepatroon. Als ik nou mijn referentiearm door 2 deel, dan kom ik hier terecht. Dus dan is mijn achtergrond is lager. En dat wiggeltje wordt ook iets kleiner naar mijn factor wortel 2 kleiner. Dan zou je zeggen van ja, is dat dan gunstiger of niet om het signaal te meten? In verhouding neemt dat wiggeltje natuurlijk wel toe ten opzichte van mijn achtergrond. Maar dat wiggeltje zelf wordt kleiner. En doordat dat wiggeltje kleiner wordt, wordt het toch wel moeilijker om te meten. Ik denk, als het in je ruis wegvalt, dan al helemaal. Ja. Dus dan zou ik juist versterken. Ja, dus als je, zeg maar, als dit de bandbreedte van je ruis is. Dus dit is, als je gewoon een constant signaal zou meten, dan meet je een signaal dat fluctueert met een bandbreedte die ongeveer zo groot. Dat is je ruisniveau. Dus als zo'n wiggeltje kleiner is dan je ruisniveau, ja, dan zie je het gewoon niet. Maar als je hem kunt versterken, dan zou je eigenlijk dat wiggeltje groter kunnen maken dan het ruisniveau. Dus het lijkt erop dat het eigenlijk gunstig is om die referentiearmpower groter en groter te maken. Want dan wordt dat wiggeltje hier groter en groter. Dat is eigenlijk een soort magische oplossing. Hoe kan dat nou? Dus ik heb een signaal dat heel zwak is, want ofwel het licht van mijn samplearm terugkomt, die is heel klein. En dan ga ik dat vergroten door mijn referentiearmpower groter te maken. En dan wordt de amplitude van het interferentiepatroon wordt groter. En dat is gunstig. Kijk, ik kan ook zeggen, nou weet je wat, dan kan ik beter gewoon hoeveel het licht die naar het sample gaat vergroten. Die kan ook deze vergroten. En dan wordt dit interferentiepatroontje ook groter. Maar er is één nadeel aan. Op een gegeven moment ga ik zoveel power op mijn weefsel sturen dat het verbrandt. Dus er is een natuurlijke limiet aan hoeveelheid licht die ik naar mijn sample kan sturen. Maar de hoeveelheid licht die ik naar mijn referentiearm kan sturen is in feite oneindig. Ik kan maar een spiegel neerzetten en ik kan maar blijven vergroten. En daarmee wordt de amplitude van dit signaal groter en groter. Dus er is iets magisch aan de hand in dit interferentiepatroon. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Dat
het mijn signaal is zwak. En als ik het sterker wil krijgen, dan maak ik mijn referentiearm power groter. En dan krijg ik gewoon een grotere amplitude. Is er dan geen prijs die ik daarvoor moet betalen? Over wat voor intensiteit heb je dat? Hoe hoog is die? Hoe hoog is die referentiearm power? Nou, in de praktijk ongeveer een tiende milliwatt. Dus een 100 microwatt. Okay. Dit is, en de hoeveelheid licht die ik naar mijn sample stuur, is in de orde van 10 milliwatt. Dat gaat het sample, dat gaat mijn weefsel in. En wat ik terugkrijg van het weefsel, schrik niet, ligt in de orde van nanowatts. Dus echt een hele, hele kleine fractie krijg ik maar terug. Dus ik krijg hele kleine powers terug van mijn sample arm. Dus als ik dan kijk naar die interferentie, hè, wat als ik naar deze twee termen kijk, een sample arm power die ik terugkrijg, ligt in de orde van een nanowatt. En de power die van mijn referentiearm terugkomt, die ligt in de orde van 10 microwatt, 100 microwatt. Dus die is veel sterker dan die sample arm. En ik wil die interferentiepatroon meten. En als ik die referentiearm power maar groter en groter maak, dan neemt die amplitude van het signaal toe. Dit is een magische versterking. Dit heeft zelfs, die interferentie is een ruisloos versterker. Het is echt prachtig. Daarom werkt die interferentie ook zo goed. Maar ik zal jullie laten zien dat er toch een nadeel is aan het verhogen van die referentiearm power. Maar om dat te kunnen doen, gaan we eerst even kijken naar de intensiteit. Die intensiteit die we meten, hoe karakteriseren we die nou? Die karakteriseren we door dit interferentiepatroon te kwadrateren. Dus het signaal dat we meten, is deze intensiteit, dat interferentiepatroontje in het kwadraat. Oké. Ik ga even kijken, want ik heb volgens mij een opgave voor jullie die jullie nu kunnen maken, om een soort van break te geven, dat jullie niet altijd naar mij hoeven te luisteren. Dus de opgave die we gaan maken, die staat gegeven op Canvas, dat is opgave 1. Kunnen jullie daar naar kijken? Ja, ze staan op Canvas. Is het de bedoeling dat we ze alle drie maken of juist alleen maar de eerste? Nou, we beginnen met de eerste. Wil je daar een tijd voor afspreken, Johannes? Dan zet ik de opname even stop. Juist goed. Ik wil in ieder geval dat jullie een half uur gaan proberen. En dan ga ik, denk ik, het eerste deel uitleggen. En dan kost het weer jullie wat tijd om de rest te doen. All right.